Eerst even terug naar gisteren. Hoe bereikte jou het nieuws? Uh, ik zat in de trein. Ik kwam terug uit Den Haag, uh, onderweg naar Breda. En uh, toen kreeg ik een uh, telefoontje van, uh, van Henk van der Velde van de PvdA. van de En die had zojuist, uh, hij had zojuist een telefoontje gekregen van uh, Jos uh, Konilczek van de GroenLinks. Uh, met het uh, bericht dat hij uh, het vertrouwen opging zeggen in de coalitie. Dat is niet iets wat, wat uh, GroenLinks zelf aan jullie meegedeeld heeft? Ja, dat is natuurlijk vreemd. In, uh, in principe zou je zeggen, van je deelt het allemaal aan iedereen mee. Zeg maar. Of je, als je het maar aan één iemand doet, en dat kan vanwege de tijd bijvoorbeeld, dan zou je zeggen, van, uh, doe dan aan de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij. Uh, ja, ik. <laughs> aan mij zeg maar dus. Maar dat is dus niet gebeurd helaas. Ja. Zegt dat iets over de verhoudingen? Uh, nou, ik denk niet zozeer over de verhoudingen onderling, want ik heb het idee dat die allemaal uh, wel goed waren. Maar misschien zegt het ook wel iets over, uh, over uh, de band die uh, GroenLinks hoopt nog uh, te hebben met de, de PvdA. Dus ja, je ja, weet op dit moment is het uh, schaken en uh, stappen vooruit denken. En, uh, dus het zou zomaar kunnen dat het ook daar iets mee te maken heeft. Ja, de, de, dat schaken zoals jij het noemt, dat is vrij snel begonnen. Want vanochtend uh, is de VVD op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden voor een andere coalitie. Jullie zagen het niet zitten om daarmee in gesprek te gaan. Uh, nou, kijk op zich dat de VVD, uh, dat, is, uh, ja, ik snap, dat is ambitieus van, uh, van uh, de heer Adank, uh, dat hij daar meteen, uh, meteen het initiatief naar zich toe trekt. Ik snap dat. Uh, ik zou het ook gedaan hebben in zijn positie. Maar wat ons betreft, uh, wij hebben gezegd van kijk die coalitie, uh, er is weliswaar één partij uitgestapt. Maar dat wil niet zeggen dat uh, wat ons betreft die coalitie ook uh, ten einde is. Ja, juist in tegendeel. Wij denken uh, dit is ook een mooie gelegenheid om juist met uh, z'n vieren op zoek te gaan naar een andere partij. Uh, die een uh, stabiele meerderheid uh, uh, samen met de rest vormt. En dat we uh, verder kunnen gaan met de de ingeslagen weg. Maar uh, daarvan heeft VVD en, en ook D66, die hebben al aangegeven dat zij daar niks in zien. Nou wat uh, VVD en D66 hebben aangegeven is, in ieder geval VVD weet ik, uh, dat ze het proces eigenlijk, uh, ze willen eigenlijk dat alles open ligt en uh, helemaal uh, vanaf uh, niks beginnen zeg maar. En ja, dat, uh, ik denk dat dat ook zonde is. Uh, volgens mij zijn we uh, goed bezig in mijn raad, is dus goed beleid uitgezet en we staan ook voor grote uitdagingen met elkaar. En op dit moment gewoon helemaal weer vanaf niks te beginnen. En een hele lange, waarschijnlijk zeer moeizame formatieperiode te beginnen. Dat ja, denk niet dat daar de stad bij gebaat is. Dus dat ja, daar staan wij niet. Dat heeft niet onze voorkeur. Nee. Maar is dan de opzet dat er dat het huidige coalitieakkoord blijft, maar dat er een andere partij ingeschoven wordt? Uh, ja, dat vat uh, ja, uh, je eigenlijk prima samen. Uh, het is natuurlijk wel zo, uh, ook een andere partij die erbij komt, alsof het nou VVD is, of het nou uh, D66 is. Uh, afhankelijk daarvan, uh, zij brengen natuurlijk wel een groot aantal zetels mee. Dus er is ook echt wel, uh, uh, wij moeten ons zelf natuurlijk wel beseffen, dat betekent ook iets. Dat betekent iets in, de uh, in het aantal wethouders, in de verdeling uh, van de portefeuilles, in het, uh, in in het beleidsstuk zelf. Hè. Het beleid zal ook uh, andere accenten krijgen. Maar uit uh, basis is wat ons betreft nog steeds uh, uh, Breda Begroot, dat volgens mij ook, Begroot, herstel, ruimte en verbinding, het coalitieakkoord, wat volgens mij ook enthousiast ontvangen wordt door de stad en waar we volgens mij ook, ja, wel in een ruime meerderheid in de raad ook wel enthousiast van zijn, over zijn. Maar, maar je zegt hetzelfde, als er een partij bijkomt met veel zetels, dan moet er toch opnieuw aan de handeld worden. Is het dan niet logisch om te zeggen, van ja, dan, dan beginnen we ook echt met een schone lijn? Um, uh, nee, want ik denk, enerzijds, dat gaat een hoop extra tijd kosten. Anderzijds, ik denk, ja, en daarom ik denk ik dat de stad op dit moment gebaat is bij continuïteit. En uh, je kan je ook afvragen hoe schoon is die lei echt. Hè? Dus, uh, je kijkt, er wordt natuurlijk heel, heel veel uh, wordt gezegd open, transparant. Dat is een beetje het, uh, ja, dat, dat, uh, mode woord, uh, de modewoorden van dit moment. Maar je kan je natuurlijk afvragen wat is er nu al ligt. Uh, uh, ja, wat ligt er al vast? Welke, wie heeft er al met wie gesproken? Uh, wat is de, voorkeur, de werkelijke voorkeursvariant van, de, uh, van bijvoorbeeld de VWD van het D66? Dus op zo'n op het moment dat je zo'n proces ingaat, uh, dan, dan, is het, uh, ja, dan weet je gewoon niet uh, waar het einde is. En, uh, dus wat dat betreft, dat wij onze voorkeur heeft uh, ja, gewoon doorgaan met de huidige vier coalitiepartijen. En dat daar een andere partij of andere partijen uh, bij aanschuiven. Ja, zo heel veel mogelijkheden zijn daar natuurlijk niet voor, want uh, trots opa en, en, en Bob zijn te klein. GroenLinks valt denk ik ook echt af, dus dan, dan moet het toch D66-VVD zijn. Uh, dat, dat zijn wel de meest voorhand liggende partijen, inderdaad, heb je gelijk in. Maar omgekeerd is het ook zo dat, uh, uh, stel dat uh, andere partijen zeg maar, uh, zeggen van nou, um, de, het aantal varianten zeg maar, voor het andere kamp, zou ik haast zeggen, dat is ook heel erg beperkt. Want uh, ja, dan zou je toch, ja, je komt altijd op een kleine meerderheid uit en ik denk dat dat, dat uh, niet uh, op dit moment, dat de stad daar niet bij gebaat is. Uh, want uh, je wil op dit moment wil je eigenlijk gewoon uh, met een uh, ruime meerderheid uh, wil je gewoon de komende drie jaar tegemoet. En dat je niet uh, om elke uh, detail, zoals bijvoorbeeld uh, of je nu linksom of rechtsom een uh, nieuw museum krijgt, uh, daar wil je niet uh, elke keer uh, over uh, kunnen struikelen. En, en uh, is, is, is het echt een detail, wat jou betreft, uh, zeg maar waar het nu het, het, het college op valt? Uh, ik ben wel van mening dat het een beetje gezocht is. Want het is, uh, de raad heeft zich een overgrote meerderheid uitgesproken voor, uh, in maart al. Van we gaan op deze manier gaan we het, uh, het proces aanpakken richting een nieuw Bredaars museum. Uh, de wethouder heeft er altijd een beetje uh, ja, met uh, frisse tegenzin aan gewerkt. En, uh, uh, en nu uh, eigenlijk uh, tegen een uh, meerderheid van de raad in heeft hij toch uh, de, ja, de, ja, de. Ja, we gaan toch een beetje in detail. Maar de sterke man. Uh, die het allemaal moest gaan doen aan de kant geschoven. En uh, eigenlijk uh, tekende zich inderdaad weer een meerderheid af, uh, die opnieuw ging zeggen. wethouder, we gaan het zo doen en niet zoals u het wilt, want wij willen het op deze manier. En eigenlijk is, uh, is uh, GroenLinks uh, dat moment voor geweest door uh, zelf uh, uh, ja, nu uh, de stekker eruit te trekken of uh, op te stappen. Dus ja, ik, uh, En uh, als je nu het echt puur afpelt, waar gaat het nou om? Dan denk ik inderdaad dat het een detail is. Ja. Tot slot, uh, iets meer dan een jaar geleden na de verkiezingen uh, waren er ook partijen die zeiden... wij gaan met de minderheid zonder GroenLinks uh, kijken wat er mogelijk is. Ja, ja klopt. Ja, dus uh, ja, wat dat betreft, uh, wij hebben uh, uh, ook geleerd inderdaad van uh, de lessen die... Uh ik moet andersom zeggen. In ieder geval, uh, ja, in ieder geval daar zijn we ons er de tegen van bewust. Alleen op dit moment is de situatie zo, uh, zoals die is. En uh, omgekeerd beseffen we ons ook dat het aantal uh, mogelijkheden voor uh, de partijen, zeg maar voor VVD en GroenLinks uh, en D66, ook beperkt is. En dat ze uh, toch uh, eigenlijk uh, ja, misschien, uh, ik hoop dat ze zich beseffen dat ze moeilijk om ons heen kunnen.